eettafel praat ik met een klein groepje over de rol van het geloof in je. Ik ben natuurlijk vanmiddag met Egbert naar de kerk geweest toen jullie zombies aan het schieten waren. Zijn jullie eigenlijk gelovig? Ik ben wel katholiek opgevoed, ja. En doe je er nog steeds wat mee? Vlak ik ga slapen, sla ik gewoon een kruis, want ik kan niet slapen. Echt waar? Ja, ja. Oh. Ja. Ja, dat is iets heel geks. Ik ben altijd bang dat er anders iets gebeurt. Maar dan geloof je nog wel. Ik geloof zeker ook wel. Ja, blijkt wel als je zoiets doet. En weet je wat het is? Je kunt je probleempjes kwijt. Maar waar ik dan zo benieuwd naar ben, hè? Zegt hij dan ook wat terug? Ja. Nee, natuurlijk niet. Nou, eigenlijk wel. Want je gemoed wordt dan gerustgesteld. En dat is het antwoord. Ben jij gelovig, Jo? Ja. Ja, dat had ik wel ontdekt. Toen mijn moeder stierf, had ze een rouwkaart. En hij stond op, ging nooit naar de kerk, geloofde in God. Trachtte te leven naar zijn grootste gebod. Het is de naastenliefde. Denk daar in godsnaam aan. Mensen die zo durven leven, kunnen rustig sterven gaan. Ja, ja. Wow. En zo denk ik daaraan. Ja, prachtig. Ja. En jij? Ja, ik vind dat altijd moeilijk. Want ik ben heel gelovig opgevoed, zelfs ook nog. Maar heel gelovig? Heel gelovig. Ja, mijn ouders zijn Joods getuigen. Dat is best pittig, toch? Dat is een streng geloof. Ja, best wel. En hoe heb je dat als kind ervaren dan? Ja, helemaal niet erg of zo. Nee. Heel normaal. Gewoon een geloof. Je gaat elke week naar de kerk, Koninkrijkzaal noem je het dan, bij Joodse getuigen. Op dit moment doe je er weinig meer mee? Nee, ik doe er helemaal niks meer mee. En waarom niet? Ja, dat is het. Ik vind het zo egoïstisch, maar gewoon omdat ik er gewoon niet mee bezig ben. Wat vind je egoïstisch? Nou, omdat ik weet dat hij er wel is. Dus dat hij dit een soort van wel hoort. Sure. En heb jij broers en zussen? Ja, een broer. En gelooft hij nog steeds? Nee. Ook niet? Nee, ook niet. Dat is toch heel wat voor je ouders? Voor mijn ouders is dat best wel... Want hun geloven dus dat hun straks naar paradijs gaan. En degene die niet geloven, die kappen ermee. Dus mijn ouders geloven dat ze mij straks niet meer krijgen te zien. En wat vinden ze daarvan? Ja, heel erg. Nou, ja. Dat lijkt dus daarom genieten ze nu heel erg van mij. Ja. Ja. Ik geloof totaal niet. Dat is misschien een teleurstelling voor jullie. Waarom? Nee, maar dat mag ook. Ik geloof helemaal niet in God. Nee. Ik ben ook helemaal niet daarin opgevoed. Als je goed bent voor een ander, dan heb je ook een goed leven verder. En dat blijkt ook wel. Want we zijn al bijna 90 en ik zit er al tegenaan. Dus kennelijk, als er een God is, heeft hij gezegd, nou Is, je mag nog lang genieten. Ja. Zo zie ik het dan. Ja. Probeer altijd goed voor andere mensen te zijn. Heb respect voor alles om je heen. Dat is weer... Dan ben je een goed mens. Ja. Dan komt het wel goed. Dankjewel, jongens. Lief zijn voor elkaar. Dankjewel. Proost. Proost, hè.